Goedemiddag allemaal, welkom. En nou, ook heel erg fijn dat jullie de moeite nemen om naar mijn verhaal te luisteren. Mijn naam is Taco Wertz. Ik ben medeoprichter van Office Vitae. Office Vitae is een spin-off van de TU Delft. En wij creëren gezonde en duurzame kantoren met vitale medewerkers. Ik wil het graag met jullie gaan hebben over gezonde kantoren. En ik denk dat iedereen wel doordrongen is van het feit dat dat belangrijk is. We willen graag een gezond kantoor. Maar tegelijkertijd mag je wel de vraag stellen van ja, wat is dat nou eigenlijk? Dus dat wil ik graag met jullie gaan doornemen. Wat is nou eigenlijk de definitie van een gezond kantoor? Ik denk als je 10 mensen vraagt wat zij eronder verstaan, krijg je 10 verschillende antwoorden. De een zal zeggen van ja, dat is voor mij echt een slim kantoor. Met heel veel data en nou dan... Beter, sorry. Heel veel data nodig. Smart building, dat is voor mij gezond. Een ander zal zeggen van nee, dat gaat veel meer om duurzaamheid. En het gaat veel meer om een groen kantoor. Ook niet gek. En er zijn mensen die zeggen van ja, maar dat moet gewoon volgens normen voldoen en dan is het toch gezond. En weer andere mensen zullen zeggen van nou, het gaat mij echt om hele specifieke gezonde dingen à la voeding, à la beweging, is er een fitnessruimte, dat soort zaken. Dus er zijn best wel wat kanten te kiezen als je het hebt over een gezond kantoor. Volgende vraag die je zou kunnen stellen over dit thema is, ja, maar wie bepaalt dan eigenlijk wat een gezond kantoor is? En hoe meten we dat? Zijn daar uniforme meetmethoden voor? Of vinden we het eigenlijk wel prima dat iedereen daar een eigen definitie op loslaat en een eigen mening over vormt? Dat kan ook. Is er misschien een label te bedenken of een certificering die daar iets over zegt? Dat zijn relevante vragen. Wat levert het eigenlijk op? Stel, ik creëer een gezond kantoor, wat het dan ook mag zijn. Ja, wat heb ik eraan? Gaat dat een stijging van de waarde van het vastgoed met zich meebrengen? Of moet ik veel meer aan de medewerkers denken? Dat die door dat gezonde kantoor betere prestaties gaan leveren. De organisatie in zijn totaal veel betere prestaties gaat leveren. En dan tot slot, ja, dat wil ik eigenlijk wel, zo'n gezond kantoor. Hoe krijg ik dat dan? Nou, een heel aantal vragen. Dus als je het wilt gaan hebben met elkaar over het thema een gezond kantoor, dan is dat nog niet zo eenvoudig. En dan zijn we daar nog niet met z'n allen. Dat is in ieder geval onze visie daarop. Ja, wat is onze visie op de definitie van een gezond kantoor? Nou, wij zeggen vanuit Office Vitae, minimaal moet dat kantoor voldoen aan geldende algemene normen op het gebied van binnenklimaat, op het gebied van thermisch comfort, op het gebied van luchtkwaliteit. Dat maakt het meetbaar, dat maakt het tastbaar voor een ieder. En dat is minimaal de eerste stap in onze optiek om te komen tot een gezond kantoor. Dat is overigens al een hele grote opgave. Maar wetende dat uiteindelijk het gaat om die gebruiker en een gezond kantoor aan zich nog niet eens zo heel relevant is. En ook wetende dat gebruikers eigenlijk allemaal andere individuele normen erop nahouden qua gezondheid en comfort, vinden wij het eigenlijk veel belangrijker om te kijken naar de beleving en de behoeften van die kantoorgebruiker. Dat is in onze visie minstens zo belangrijk als puur te kijken naar dat gebouw. En daarom zeggen wij ook eigenlijk, ja, een gezond kantoor is eigenlijk zo gezond als haar gebruikers zijn. Dat is onze visie. Nou, de volgende vraag, wie bepaalt dan eigenlijk of een kantoor gezond is? Nou, een aantal belangrijke punten in onze optiek zijn dat er een uniforme meetmethode zou moeten komen, die dat bepaalt. En daarmee een onafhankelijk instituut, orgaan, dat die normen bepaalt. Breed draagvlak, als even kan, niet heel erg commercieel. Onafhankelijk en
maak de link dus met certificeringen en labelprogramma's die er zijn. Denk aan WELL, de WELL Building Standard. Denk aan BREEAM. Zo zijn er een aantal certificeringen die een heel mooi houvast geven om kantoren onderling ook met elkaar te kunnen vergelijken. Nou, er is ook een label in de maak vanuit TVVL, VLA. Dat gaat over gezonde kantoren te labelen, eigenlijk à la de duurzaamheidslabeling. Dat zijn instituten, initiatieven waar wij op inzetten, samen met partners. En in onze visie dus, die kantoorgebruiker zou je daar heel erg in moeten meenemen. Dus niet alleen kijken naar dat gebouw, maar kijk vooral ook wat die gebruiker vindt en probeer dat te stoppen in dat label. Nou, de volgende vraag dan. Wat levert zo'n gezond kantoor dan op? Nou, wij geloven erin, als je dat goed doet en je maakt goed gebruik van de data die je ophaalt om te komen tot dat label gezond kantoor. En je koppelt die data aan bijvoorbeeld bezettingsdata. En je koppelt dat vervolgens aan je klimaatsysteem, aan de aansturing daarvan. Dat je veel efficiënter dat systeem kunt laten draaien. En daarmee dus ook een energiezuinig kantoor kunt creëren. Dus je energieverbruik kan aanzienlijk naar beneden door in te zetten op een slim en gezond kantoor. Nou, dat is één. Niet onbelangrijk. Gezondere en vitalere medewerkers. Ja, als dat kantoor gezonder is en medewerkers kunnen daar hun ideale plek in vinden, waar ze optimaal prestaties kunnen leveren, waar ze optimaal happy zijn, is dat een belangrijk voordeel dat zo'n kantoor oplevert. Nou, een lager ziekteverzuim, eigenlijk in diezelfde lijn. Mensen die zich prettig voelen op kantoor, veel minder last hebben van droge ogen, hoofdpijn, wat nog steeds heel veel voorkomt. Nou, die zullen dus minder vaak ziek zijn. En uiteindelijk gaat dat leiden tot verbeterde prestaties, individueel en vanuit teams, vanuit het hele bedrijf. De volgende vraag dan, ja, hoe krijg ik dan zo'n gezond kantoor? Als we hem met elkaar bepaald hebben, we hebben uniforme meetmethodes, er is een onafhankelijk instituut dat zo'n label kan afgeven. Doet u mij er dan maar één? Is het zo makkelijk dan? Nou, in onze optiek ja, best wel. Want wij zeggen van, zet ons in en wij helpen je te komen tot een gezond kantoor. Dat doen we door een hele data-gedreven aanpak en hem vooral ook heel holistisch in te steken. Dus zowel kantoor als gebruiker mee te nemen in dat verhaal. En het vooral ook meetbaar te maken. Dat is iets wat we zien in de markt nu, waar het vaak aan schort. We zijn bezig, of de klant is bezig met heel veel initiatieven, doet een beetje daar wat, doet een beetje daar wat. Maar mist eigenlijk die geïntegreerde aanpak en ook de meetbare eindconclusie waar die wat mee kan. Nou, wij leveren die concrete eindconclusie door middel van onze Office Comfort Index. En die creëren we door de verschillende databronnen die we ophalen, zowel uit het gebouw als bij de gebruiker, te koppelen aan elkaar en om te vormen naar een concreet cijfer. Noem het een rapportcijfer. En dat is de Office Comfort Index. Nou, onze aanpak die bestaat eigenlijk uit 4 stappen. Begint met het meten. Vervolgens visualiseren we de data voor zowel de manager als voor de gebruiker. We analyseren de data. En vervolgens streven we samen met partners naar interventies, verbeteringen. En het meten gaat dan weer van vooraf aan. Nou, ieder van die stappen heb ik hier even kort weergegeven. Ik zal er wat sneller doorheen gaan omwille van de tijd. Het meten is dus objectief-subjectief. Inzetten van sensortechnologie, maar ook inzetten dus van medewerkers, vragenlijsten, enquêtes. In kleine vorm, in grote vorm. En daar hebben we onder andere ook onze Vitality Scan voor. Nou, die data wordt dus real-time gepresenteerd aan zowel manager als aan gebruiker. Met een app, met een dashboard, real-time inzage in de status van de gezondheid van dat kantoor of van die verdieping of van die werkzone.
Nou, de gebruiker die krijgt de mogelijkheid om die data in te zien. En bijvoorbeeld ook zijn werk, zijn of haar werkplek te kiezen als die 's ochtends binnenkomt. Werkplek die beschikbaar is, maar ook nog eens een keer past bij individuele comfortwensen en voorkeuren. Het instellen van persoonlijk comfort is een andere mogelijkheid die hier aangekoppeld zit. Dus dat je echt jouw werkzone heel individueel kunt maken, afgestemd op persoonlijke voorkeuren. Nou, het analyseren doen we op periodieke momenten aan de manager. Inzicht in wat zijn nou eigenlijk de cijfers, de rapportcijfers van jouw kantoor, van jouw werkplekken. En hier zie je daar een mooi voorbeeld van. Nou, tot slot het verbeteren dan. Doen we niet zelf. We geven wel de inzichten waar te verbeteren. Hè, dus waar je een hogere index kunt behalen. En we doen dat met partners op ieder van deze gebieden. Aan de technische kant met behulp van partijen die het gebouwbeheersysteem kunnen aansturen, efficiënter kunnen inregelen. Maar ook kantoorinrichting. Hoe is een kantoor gelayout? Wat voor type meubilair gebruik je? In hoeverre worden mensen aangezet tot meer te gaan staan, meer te gaan bewegen? Nou, dat is een belangrijke component. Groen. We werken veel met partijen die groen planten in kantoren kunnen plaatsen. De juiste planten, de juiste hoeveelheid. Die vervolgens weer dan wel objectief, dan wel subjectief toegevoegde waarde gaan bieden. En helemaal aan de persoonlijke human kant, coaching op het gebied van vitaliteit. Dit was mijn laatste slide. Ik dank jullie voor de aandacht. Ik zie dat ik net op tijd ben. Ja, zeker. Okay, Taco, dat ging helemaal goed. Voor mij de eerste vraag. Stel, ik ben een kantooreigenaar. Ik heb een bestaand pand en ik wil dat eigenlijk gezonder gaan maken. Ja. Maar ik heb nog geen enkele vorm van sensoring of wat dan ook. Ja. Is het voor mij uitdagend of juist eenvoudig om daarmee te starten? Hoe moet ik dat zien? In een bestaand gebouw is dat wat ons betreft super eenvoudig. Doordat je de sensoren eigenlijk kunt plaatsen waar je wilt. Hoeven niet in de infrastructuur van het gebouw. Kun je gewoon op de werkplek neerzetten of bevestigen aan de wand. Heel mobiel, flexibel. Hoeft niks opengebroken te worden. Nee. Dus dat is super simpel. Het starten daarvan kunnen we bij wijze van spreken morgen doen. En dan ga je eigenlijk een proces in tot optimalisatie, in dat geval met jullie samen ook. Ja, klopt. Zodra de sensoren geplaatst zijn, nou, ben je bezig om de objectieve data binnen te halen. Dus dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf. Het subjectieve gedeelte, dus het ophalen van belevingsdata, behoeftedata van gebruikers. Dat is een aparte wereld, een aparte tak. Waar wij inmiddels aardig wat ervaring hebben opgedaan en ook kunnen zeggen dat we er heel goed in zijn. Dus dan gaat die bal rollen, zo gezegd. Ja. Zijn er nog vragen uit de zaal? Wie mag ik het woord geven? Ja. Begin even vooraan, dat is het meest handig. Raymond Dols, Dols Development. Zeg, er is een trend van kantoorverzamelgebouwen. Ja. Daar is natuurlijk een hele andere gedragspatroon dan het statische kantoor waar de juristen of de accountants allemaal op één plek zitten de hele dag. Klopt. Dan denk ik dat dat probleem veel manifester is. Hebben jullie een andere visie op die verzamelgebouwen? Dank. Eigenlijk niet. Iedere kantoororganisatie is wat ons betreft min of meer dezelfde, met dezelfde uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van bezetting, uitdagingen op het gebied van vinden van de juiste werkplek die het best bij je past. Ja, en of dat in een relatief statisch, traditioneel kantoor is of in een heel flex kantoor, bedrijfsverzamelgebouw maakt op zich niet zo heel veel uit, qua gebruiker althans. Natuurlijk zijn er verschillen in manieren waarop organisaties werken. Ik kan een hele agile werkomgeving bijvoorbeeld voorstellen, waar op een hele andere manier wordt omgegaan met werkplekken. En daar heb je misschien iets andere karakteristieken. Maar de data die we in ieder van dat soort type organisaties ophalen, ja, die gaat ons voeding geven om naar die verbeteringen toe te streven. Bij bedrijfsverzamelgebouwen is het meer het eigenaarschap. Wie neemt de beslissing om zoiets te gaan doen? Dat is meer een ding dan aan de gebruikerskant. Dus wie pakt de handschoen op is daar het devies. Ja. Ja. We gaan even door naar de volgende vraag, meneer. Ik had twee vragen eigenlijk. Allereerst, hoe is het algemene animo om een kantoorgebouw te optimaliseren?
Wat kan je daarover zeggen? En de tweede vraag is, je stelt een aantal interventies voor. Ja. Welke interventie, zover je dat nu toe iets over kan zeggen, levert het meeste rendement op? Het eerste gedeelte van je vraag, hoeveel animo is er? Heel veel. We merken dat er naast heel veel aandacht voor duurzaamheid, eigenlijk meer aandacht nog uitgaat naar die gezondheidscomponent. Dus animo is er heel veel. Het zoeken is wel naar concrete business cases. Wat kost het me? Wat haal ik eruit? Dat is aan die gezondheidskant is dat een lastiger meetbaar iets. Desalniettemin gaan wij die uitdaging aan. En zijn er voldoende partijen die dat ook willen. Tweede gedeelte van je vraag. Welke interventie heeft het meest effect? Op dit moment is dat eigenlijk met name de het gebouwbeheersysteem verhaal. Dus die allereerste, het samenwerken met installateurs, dat heeft de meeste impact. Omdat dat nog steeds aan die energiekant vaak zit. Gevolgd op de tweede plaats wel door een combinatie van en de kantoorinrichting en groen. Er is heel veel aandacht voor groen, merken wij. Omdat de assumptie is dat dat heel veel doet met de beleving van gebruikers. Hè, dat mensen een natuurlijke omgeving heel prettig vinden. En daardoor zich prettiger voelen, betere productiviteit laten zien. Dus die component die zien we eigenlijk als tweede belangrijke verbeteroptie. Ja. Dankjewel voor jouw inzichten, Taco. En dank u wel.